Vandaag is het een hele speciale dag. Dit wordt ook een hele speciale vlog. Ik ga vandaag Noora verhuizen. Voor mij ook gek dat ik ze nou alle twee zo in één keer zie. Snap je wat ik bedoel? Oh jongens, dit is zo gek. Noora naast Moos. Oh, dit is zo grappig en zo gek voor mij. Kijk hem dan. Oh, dit is heel schattig. Moos is al verliefd volgens mij. Ik had dit eigenlijk al wel een beetje verwacht. Dat Noora gewoon lekker zou eten en gewoon alles op de gemak zou doen. En dan Moos echt zo denken van, oh, wie is dat nou weer? Oh, dit is zo schattig. De ontmoeting! Oh, wat lief! Oh, en toen was Moos afgewezen. Oh, die Moos is helemaal verliefd, joh. Kijk dan. Het lijkt nu alsof Moos kleiner is. Maar dat komt denk ik omdat Moos iets lager staat. Oh, lief. Ja, Noora is het een beetje van hard to get spelen. Moos is gewoon heel snel verliefd, hè. Ja, kom maar bij mij. Lekker zoenen dan. En ook met jou. En nu weer naar Noora. Ik ga gewoon kiezen. Nou, ik denk dat het wel goed komt hoor. Ja. Al hebben ze nog niet eens met elkaar echt samen in de weiland gestaan. Maar dat komt sowieso wel goed. Ja, Moos had heel graag aandacht. Nou, ik ben wel blij dat Noora zo rustig reageert, zeg. Dat komt goed hoor, die twee straks bij elkaar hebben. Ja. Deze. Oh, lief. Oh, oh. Oh, nou dan moet er ook nog aan. Goed zo, Noora. Oh, Moos. Ja. Ze zoeken elkaar wel een beetje op. Ja. Noora doet alsof het haar allemaal niet boeit, maar... Ze had ook daar kunnen gaan lopen. Ja. Moos. Let erop wat hij doet hoor. Ja. Hallo. Oh. Oh, hij geeft een kusje. Oh, dat vindt Noora wel leuk. Ik vind het echt zo schattig om te zien dat Moos al zo erg bij haar blijft staan. Ik ben benieuwd hoe het zo meteen gaat als we ze samen zetten. Wat nu het plan is dat ik Noora in het weiland laat staan. Gewoon een tijdje, zodat ze hier rustig gewoon rond kan kijken, kan eten. Wat ze nu dus uitgebreid doet. Maar dat ze gewoon even tot rust kan komen en kan wennen. Zometeen... Ja, Noora die doet echt super goed. Dus ik denk dat we zo meteen Moos er al wel bij kunnen zetten. Maar we gaan eerst met Moos nog een paar leuke foto's maken. Rijfoto's denk ik. En in die tussentijd blijft Noora hier nog staan. Dan gaan wij dus foto's maken met Moos. Zetten we hem denk ik daarna hierbij. En dan kijken we hoe dat gaat. En dan ja. Als ik moet zeggen hoe het met mij gaat. Dan kan ik alleen zeggen dat het heel gek voor mij is. Maar dat ik wel heel blij ben. Toen we bij Noora wegreden was ik wel... Ja, ik weet niet. Was het toch wel gek en zwaar. Maar... Ik ben nu toch wel blij dat ze hier staat. En we komen terug om Moos op te halen. Komen ze alle twee aangedraafd. Oh, echt heel schattig. Ik vind Noora trouwens niet helemaal lekker lopen hoor. Nee. Ik weet niet of je het ook zag. Ze liep niet extreem kreupel, maar... Nee, zag het wel. Ja, niet helemaal goed. Wij willen heel graag Moos meenemen. Maar ik denk dat we Noora best dan ook mee naar voren kunnen halen. We gaan nu even kijken of we alleen Moos kunnen meenemen. En dat we Noora gewoon kunnen laten staan. Als dat niet goed gaat, dan nemen we Noora mee. Ja, zou ik dan Noora, Moos pakken en dan pak jij zo meteen eventueel Noora? Ja hoor, is goed. We nemen Noora toch maar mee, want ze ja, reageerde een beetje gespannen. En dat is gewoon fijn, dan gaan ze alle twee mee naar voren. Ze liepen zo lief hier naartoe met z'n tweetjes. Echt alsof ze elkaar al jaren kennen, dus we zetten ze hier gewoon heel even samen. Nou Moos, be free. Oh. Oh, oh. Ik wil wel graag dat jullie rustig doen. Vooral omdat Noora space. Ja, daar wil ik gewoon voorzichtig mee zijn. Maak jij foto's? Ik ga aan de kant. Oh, Noora kan denk ik
wel genieten van die aandacht van een man. Oh, Moos, gaat hij gewoon flamen? Oh, zo grappig. Oh. Oh, ik ben echt heel blij dat deze twee nu al zo positief reageren. Kijk, Moos gaat nu ook gewoon zelf iets doen. Oh, lief. Gaan ze kroelen? Oh, lief. Oh, dat is minder. Hey, Moos. Oh, Moos. Hey, Moos. Hey. Hey. Moos, Moos. Niet doen. Oké, wat er net gebeurde, was dat Moos Noora besprong. En dat probeerde hij net ook weer, toen ik niet aan het filmen was. En eigenlijk wilde ik ze dus samen zetten in het weiland van Noora, waar dus heel veel gras is. En daar wil ik ze ook samen houden. En ik wilde ze daar dus kennis met elkaar laten maken, zodat ze gewoon veel ruimte hebben en dat ze kunnen grazen, dat er afleiding is. We wilden dus Moos hier naartoe nemen, maar dan zou Noora daar alleen staan. We merkten al aan haar dat ze dat niet zo fijn vond. Dus we hebben haar mee naar voren genomen. Ze liep super braaf mee, Moos ook. Ze liepen echt een beetje zo samen. Het was heel schattig, dus toen zei ik, nou, dan zetten we ze hier voor maar gewoon samen. Dat ging goed, het gaat goed, kijk maar. Ze zijn gewoon chill en ze vinden elkaar wel leuk. Maar Moos vindt Noora iets te leuk. En Noora die liet dat de eerste keer een beetje toe, dat bespringen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Mag ook niet zomaar tussen een dame haar benen gaan zitten. Maar bij de tweede keer schopte ze wel. Maar ja, ik wil natuurlijk niet dat zij te veel haar achterbeen moet gebruiken voor dat soort dingen. Dat ze dat moet belasten en zo. Dus het is een beetje lastig. Maar ja, ik weet nog niet hoe het precies zit met haar pees. Ik zag haar net dus draven. Ik vind het niet... Och, zij is weer bezig. Maar ik vind haar niet helemaal... goed lopen, niet helemaal zuiver. Maar volgende week komt dus de dierenarts, die gaat weer echo's maken en kijken hoe het met haar pees zit. Volgens mij begint Noora hengstig te worden. Dan gaat dat woorden zeggen. Nee, ga je met je billen ook nog naar Moos staan? Jongens, ik vind het niet leuk. Goed zo, Moos. Ga maar naar het eten. Goed zo. Ze waren net heel schattig aan het neus, maar ja, dan gaat Moos meteen weer happen. Maar Noora vindt het denk ik wel leuk, want meestal bijt ze wel van zich af. Maar nou laat ze het gewoon toe. Goed zo, Noora. Laat maar even weten waar je grens ligt. Ik ben heel even op Moos geklommen en we dachten, ja, we kijken gewoon hoe dat gaat met Noora erbij. We zijn gewoon aan het stappen, dus niet gekke dingen aan doen of zo. En ik zal het even laten zien wat er gebeurt als ik met Moos ga stappen. Dat sluit Noora aan. En ook als ik dan een volt draai of zo, gaat ze ook mee. Dit is echt gewoon te leuk. Nou. Tada! Oh. Zij is zo braaf. Ja, echt. Oh, oh, zei je wat? Zei je wat? Hi. Ja, zullen we? Yes. Gaan we doen. Moos' stalletje is helemaal klaar. Hier ligt dan eten en hier ook. Dit is dan Noora's stalletje. En haar eten ligt ook klaar. Hier een hele hoop. En hier ligt ook al wat. En ik heb dit nog wel even schoongemaakt en die ook. En ligt er stro in en dan gaan we ze halen. En we zijn nu bij het weiland gekomen. Ze wilde niet komen toen ze riep. Ze staan hier heerlijk grote grazen met z'n tweetjes. Ze staan super rustig, ondanks dat alle andere paarden binnen staan. Maar ja, zo'n groen weiland. En dan ook nog dat ze elkaar hebben, scheelt natuurlijk een hele hoop. We zijn alleen één halster vergeten. We hadden er maar eentje naar het weiland meegenomen. Dus we moeten maar even een oplossing verzinnen met de touwen. We gaan even interessant te zien. Ja, improviseren, yes. Moos moet wel even aan het halster, denk ik. En... ik maak hier wel wat van. Ja, dat is goed. Noortje staat in haar stal en ze heeft de appel net ontdekt.
En het is toch wel gek om haar weer in een stal te zien staan. Ze is wel lekker relaxed en ze is niet aan het hinneken naar Moos of zo, maar ze heeft ook veel te druk met eten. Het is nu een paar dagen later en Noora staat hier. Ze is vrijdag aangekomen en vandaag is het dinsdag. Dus ze staat hier vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag. Al 5 dagen. En het gaat heel goed. Ik ben net bij ze aangekomen. En hier staan ze, staan op mij te wachten. Ze stonden zo eerst niet hoor, ik zei al eventjes. En toen ik hier aankwam lopen was de rest al naar binnen gehaald. Dus er staat hier verder geen ander paard meer. Alleen Noora en Moos en Noora die staat te piezen. En ja, ze heeft een beetje last van haar hormonen. Ik zal even gewoon vertellen hoe het tussen die twee gaat. Maar ik wilde zeggen, de rest is al naar binnen. En ik kom hier aangelopen en ze staan gewoon rustig te grazen. Ze maken zich helemaal geen druk omdat de rest al weg is. Ze staan hier gewoon gezellig met z'n tweetjes te eten. En dat gaat gewoon heel goed. Dus dat is voor mij heel fijn. Want dan weet ik dat ze niet aan het wachten zijn en ja, niet zo last hebben van stress. Omdat ze dan, snap je wat ik bedoel? De meeste paarden krijgen altijd best wel last van stress als de rest naar binnen wordt gehaald. Dus ze staan nog hier achter alleen. Maar ja, ze hebben elkaar en ze hebben eten. Dus dat scheelt heel erg. Dan hoe het tussen die twee gaat. Dan ga ik even bij ze in het weiland staan. Doe ik deze even dicht. Zo. Nou ja, wat er vrijdag gebeurde. Heel lieve Noor, ik wil eventjes langs. Toen wilde Moos Noora dekken, want Noora die heeft echt wel last van de hormonen. Volgens mij staat ze nu weer te piezen. Ja, dat is wel even een dingetje. Maar je ziet dat Moos er niet constant, constant op reageert. Hij is vooral bezig met eten, gelukkig. Het is gelukkig of Jort. Eten heeft voorrang op alles. Maar eigenlijk gaat het heel goed met die twee. Echt heel goed met die twee. Ik heb ook een stukje waarbij ik samen met ze... Oh, wat gaat Moos doen? Noora, wat ga jij doen? Ze gaan opeens weg. Oké, fijn jongens. Ik loop achter jullie aan. Ik ben niet meer de leider van de groep. Of van mijn paarden. Ze zijn nou de leider over mij. Ik loop achter ze aan. Maar het gaat echt super goed tussen die twee. Een beetje te goed. Ze vinden elkaar net iets te leuk. Waardoor als ik met Moos wat wil doen... ik ze niet makkelijk uit elkaar krijg. Nou ja, het gaat wel makkelijk. Alleen als ik Noora op stal zet en Moos alleen laat, vinden ze dat beide echt niet leuk. En Noora vindt het sowieso niet zo heel leuk op stal, merk ik. En dat vind ik zelf dan weer heel vervelend dat ik dat aan haar zie. Maar het is even niet anders. Ik vind het heel jammer. Maar het is voor deze winter en daarna kijk ik of ik... iets anders kan doen. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Maar misschien dat ik dan een plek kan vinden waar Moos en Noora dan in de zomer dag en nacht samen buiten kunnen staan. Dat is jammer genoeg op deze stal geen optie. Maar het gaat dus heel goed tussen die twee. Ze hebben het echt heel leuk met elkaar. Echt, de een staat te poepen en de ander staat weer te druppelen. Het is heel gezellig hier. Maar ze hebben het gewoon heel, heel, heel fijn samen. Ze kunnen het goed met elkaar vinden. Alleen ja, Noora die heeft af en toe last van de hormonen. Maar morgen komt de dierenarts en dan ga ik er ook heel even advies over vragen. Of ik daar iets aan kan doen of dat ik gewoon moet wachten. Want Noora is altijd best wel snel hengstig bij ruinen. Vooral als ze de ruinen voor zichzelf heeft. Dat is wel een voordeel. Ze heeft Moos voor zichzelf en ze hoeft niet met andere merries om één ruin te vechten. Want dat heb ik in het verleden gehad. En dat is eigenlijk ook de reden waarom Noora de peesblessure heeft gekregen. En morgen wordt dus door de dierenarts ook naar de peesblessure gekeken hoe ver dat is. Het moet erg en we gaan het zien. Daar ga ik ook een video over maken. Ik vertelde over dat Noora het in stal niet zo leuk vindt. En Moos die roept ook naar Noora als hij haar niet meer ziet. Maar hij is er iets relaxter onder. En Noora vindt het iets erger. Die is iets meer aan hem gehecht. Het gaat gewoon goed tussen die twee. Maar morgen komt de dierenarts. Ga ik haar even advies vragen over bepaalde dingen zoals die hengstigheid. En hoe ik daar gewoon best mee om kan gaan. En of er eventueel een pilletje is. Maar het liefst doe ik dat natuurlijk niet. Het liefst hoop ik, of ja, ik hoop eigenlijk dat het gewoon is dat Noora even nou heel erg last heeft van die hormonen. Omdat ze een heel jaar lang amper een ruin heeft gezien. En dat ze gewoon heel verliefd is op Moos. En gewoon kindjes wilt van Moos. Maar dat gaat helaas niet, want Moos is een ruin. Dus dat gaat helaas niet. Dan is dit volgens mij de update tot nu toe. Ik heb echt het gevoel dat ik iets vergeet te vertellen. Maar anders laat ik dat in de komende video's wel weten of op mijn Instagram. Dus volg me even op Instagram. Daar komen nou ook heel veel foto's van Noora en Moos samen op. Gewoon ook meer foto's van Noora. Want ik zie haar nou gewoon weer elke dag, net zoals Moos. En dat is super, 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 super fijn. En ze hebben nou al even niet meer gepiept naar elkaar. Want dat gebeurt soms. Dan zijn ze een beetje aan het plagen. Is Moos Noora aan het plagen. Noora vindt dat geweldig en dan gaat ze opeens heel hard piepen. Maar het gaat goed tussen die twee, heb ik al een paar keer gezegd. En dan ga ik ze nu heel even meenemen naar voren. En dan ga ik even laten zien hoe dat is.
Ja, laat ik dat even doen. Zo neem ik ze dan naar voren, gewoon samen. Dus in mijn rechterhand heb ik dan Moos. Ja, nu heb ik ze even in één hand omdat ik aan het filmen ben. En in mijn linkerhand heb ik Noora. Noora laat ik achterop, of ja, laat ik achter Moos aanlopen. Omdat Moos anders in haar billen gaat bijten en dan gaat ze allemaal gillen en zo. Dus we doen het zo. En Noora loopt toch net iets slomer dan Moos, dus gaat gewoon helemaal goed zo. Ja, ik heb mijn eigen kudde. Alleen ik weet niet of ik de baas ben. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik ben een gelukkig mens. En als jullie vragen hebben, mag je die altijd stellen. Misschien kan ik een Q&A video maken, maar moet ik even kijken hoe ik dat ga doen. Of ik het ga doen. En dan heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan tot de volgende keer. Doei doei!